Goedenavond, dames en heren. In België is een onderzoek ingesteld naar een smeergeldaffaire rond de aankoop van granaten. Het gaat om een grote order van howitzergranaten een paar jaar geleden. Een Nederlandse firma liep die mis omdat er steekpenningen waren betaald. Dit is de 155 mm munitie van de Belgische artillerie waar deze smeergeldaffaire over gaat. Op een raadselachtige manier werd de levering van deze granaten enkele jaren geleden gegund aan een Amerikaanse firma, de American Defense Corporation. Daarbij werd een Nederlands bedrijf, Eurometaal, dat de granaten goedkoper had kunnen leveren, op een raadselachtige manier gepasseerd door de Belgische defensieautoriteiten. De vraag in België is nu of alleen militaire autoriteiten bij de smeergeldaffaire zijn betrokken, of dat ook burgerpolitici zich schuldig hebben gemaakt. Wat uiteraard explosieve gevolgen kan hebben voor de Belgische politiek. België heeft toegezegd de keuring van vlees in de slachthuizen te verbeteren. In Belgisch kalfs- en rundvlees zijn de laatste maanden hormonale stoffen aangetroffen. Die groeihormonen zijn schadelijk voor de menselijke hormoonhuishouding. Veterinair hoofdinspecteur Zegers vertelde in het 11:30 journaal dat hij er nauwlettend op zal toezien dat de Belgen zich aan hun garantie houden. Zou België niet aan de garanties voldoen die we vandaag afgesproken hebben, dan zal er een klacht bij de Europese Commissie ingediend worden. En dan? Wat zal daarna? Dat zal inhouden, naar alle waarschijnlijkheid, een importstop van Belgisch rund- en kalfsvlees. Is die import zo erg belangrijk voor ons land? Hoeveel vlees komt er? 35.000 ton, ongeveer een 10% van de vleesconsumptie, is Belgisch rund- en kalfsvlees. En gelooft u dat de verscherpte controle in België ook mogelijk is? Ik geloof het zeer zeker. De Belgen hebben de onderzoeken zoals wij ze stringent doorvoeren, overgenomen en hebben ons de garantie gegeven dat ze onverwijld hiermee zullen beginnen. De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Henk Herrenberg is afgetreden. Volgens de krant De West heeft Herrenberg zijn portefeuille ter beschikking gesteld. Waarom is niet bekend. Wel werd binnen de regering de laatste tijd herhaaldelijk kritiek geleverd op zijn beleid. Dat werd gekenmerkt door een anti-Nederlandse houding. Het junglecommando van Brunswijk heeft een nieuwe aanval uitgevoerd in Suriname. In het verlaten mijnstadje Mungo is de elektriciteitscentrale beschoten. De schade is groot. De centrale staat op het terrein van het bauxietbedrijf van Suralco dat al maanden stil ligt. Er was wel bewaking, maar die werd door de mannen van Brunswijk overmeesterd. Zo is bekendgemaakt in Paramaribo. De afgelopen maand is de werkloosheid in ons land opnieuw licht gestegen. Volgens het ministerie van Sociale Zaken nam het aantal ingeschreven werkzoekenden toe met 7200. Het totaal aantal werklozen kwam daarmee op 712.500. De stijging van de werkloosheid in januari betrof alleen mannen en is kleiner dan was verwacht. Tot slot het weer. Af en toe regen, mogelijk voorafgegaan door natte sneeuw. In het noordoosten een kleine kans op ijzel in de vroege ochtend. Middagtemperatuur rond 6 graden. Dat was het voor deze woensdag. Dames en heren, goeienacht.